We now have about 40 organizations in the building, hundreds of people working on SDGs. A couple of months ago, someone came by, Herman Mulder, who's very much working in the SDGs, and said, you should call this the SDG House. Today is the start of this process of making sure we want all of you tenants, users of this building to be part of this. We had a community kickoff session. A lot of us knew each other in some sort of way, but it was the first time that really all of us came together. Ik voel heel veel energie, maar het is nog best wel lastig gebleken om echt tot elkaar te komen. Als bedrijf hebben we wel eens eerder in bedrijfsverzamelgebouwen gezeten en was altijd het idee dat gaat er van allerlei kruisbestuiving ontstaan, et cetera. Maar zodra je dan op je werk was, dan was toch iedereen lekker gewoon druk bezig met zijn eigen ding. En ik denk dat dat hier wel heel anders is. Ook door het gebouw eigenlijk, door het feit dat de Impact Hub hier zit, doordat we allemaal ja, de SDGs eigenlijk als kapstok hebben. Vandaag zat ik naast de dame die de programmering bij het Tropenmuseum doet. Kom ik erachter dat zij programmering van een seksualiteit-expositie gaat doen over 2 jaar. En dan hebben we het over hoe kan het vrouwencondoom daarin passen? Wat is de rol van het vrouwencondoom voor vrouwen wereldwijd? Dat is alleen al een klein voorbeeld van hoe dus die bruggen gebouwd kunnen worden tussen verschillende organisaties en hoe we elkaar kunnen versterken. Ik heb het gevoel dat er in Amsterdam, in Nederland, heel veel positieve wind waait. En waardoor ik geloof dat we een voortrekkersrol kunnen spelen. I feel that the current community in this space has a lot of untapped potential for collaboration. There are so many things already happening, but I think the most exciting opportunity is really visualizing that. So communicating that more externally, because I feel like a lot of people outside have no idea about the buzz that's going on here between these walls.